Welkom terug bij een nieuwe aflevering Farm Together 2. Het is alweer een tijdje geleden. Er zijn ook al best wel wat dingen gebeurd in Farm Together. Uiteraard was de zomerupdate hoge verwachting dat er weer wat nieuws toegevoegd zou worden aan de game. En dat is het helpen van anderen. Dat gaat jou ook wat opleveren. En ik moet zeggen dat ze dat heel goed gedaan hebben. Dus we gaan meteen spelen. Ik ga deelnemen aan een andere boerderij, want anders kan ik je dan niet laten zien wat daar bewust de bedoeling van is. Dus ik ga zoeken in de rij of ik mijn andere boerderij kan vinden. Nou, die kan ik vinden, uiteraard. Die is trouwens ook druk bezig met het oogsten van de dieren. De dieren leeghalen, de kippetjes en alle andere gedoe. Daar is die. Ja, ja. Het is een beetje avond. Een beetje. Ik heb een welkomstboodschapje. Oogst alsjeblieft de bomen. De bloemen. Waarom die dat in het Engels zet, weet ik niet. Maar ik denk dat dat de Nederlandse vertaling gemist heeft. Ik ben op dit moment afwezig. Veel plezier. Ik heb dus één boerderij altijd openstaan. Die bezoek ik namelijk met mijn laptop. Met mijn appeltje. En daar ga ik dus aan de slag. De boerderij die nu die bij mij altijd open staat, dat is de boerderij. Dat is op de computer waar ik mee stream. Nou moest ik even inloggen op mijn andere boerderij. Dus ik heb even een kopie gemaakt van de boerderij en op mijn laptop gezet. En daar log ik nou dus op in. Want je ziet die people hier achter rijden, achter mij. Dat is dus de laptop, zeg maar. Het account op de laptop. En die is nu bezig met de dieren. Kijk, daar gaat hij weer. Dus die zie je nu de dieren harvesten. En je kunt nou ook zien wat hij doet. Want ik krijg voor elk eitje, ik krijg voor elk dier nu 2 eieren. De XP wordt verdubbeld en je krijgt iets meer coins. Ik heb het idee dat die coins op basis is van je maximum level. Dat idee heb ik. Ik weet niet of het zo is. Ik heb het ook niet nagevraagd of zo. Ga ik ook allemaal niet energie insteken. Ik vind die coins namelijk niet zo belangrijk. Kun je ook wel zien aan de bovenkant van mij. Maar dan zou je denken, waarom doe je dat nou? Ja, tuurlijk. Omdat ik van elk dier krijg ik nu 2 champignons, 2 eieren, 2 melk en 2 veertjes. 2 wol van de schapen. Dus van alle dieren die ik heb, krijg ik nu dubbel. Ook als je bomen gaat harvesten, krijg je dubbel. Bloemen gaat harvesten, krijg je dubbel XP. Dan ga je weer sneller levelen. Nou is er natuurlijk wel wat mee te zeggen, want de hoeveelheid wat jij kan gaan verdienen, staat linksboven in jouw vakje. En dat is op basis van jouw persoonlijke level. Niet van de level boerderij, maar van je persoonlijke level. Mijn persoonlijke level is 144. En daarmee kan ik 61 help verdienen. 61 handjes, zeg maar, hulp. Nou, je ziet dat ik dus nu bezig ben met het oogsten van de bloemen, van de bomen. Dan zie je dus mijn balkje groeien. En van 1 gaat die naar 2. Dus heb je 2 hulp. En dan moet je weer helemaal vullen. Dan krijg je de 3. En dan moet je hem weer helemaal vullen. Krijg je de 4. Nou, tot het maximum van 61. Dat was in Farm Together 1. Was dat op basis. Wat je verdiende was op basis van tijd. Dus je zag een telletje lopen. Je zag gewoon hoeveel minuten je ging verdienen. Dus hoe langer je bezig bent, hoeveel meer minuten je kreeg. En ook dat was gebaseerd op je level. Als je hoog level had, had je op een gegeven moment 51, misschien wel een uur. Maar had je lager level, ja, dan kwam je dus lager uit. Ik heb hier dus 61 handjes. En die 61 handjes, die vertalen dus naar een bepaalde waarde. Die hebben een bepaalde waarde die je nu dus kan inzetten op momenten wanneer jij dat wil. Dat is het mooie van dat. Bovendien is het zo dat je die niet per se op je eigen boerderij hoeft in te zetten. Je kan het ook inzetten op een boerderij die je bezoekt. Want je kan daar ook naar de winkel toe gaan. En daar kun je dus ook
dat doen. Mits je de rechten hebt gekregen van die boerderij. Als je de rechten niet hebt van die boerderij om bijvoorbeeld in de stad iets te doen, dan heb je pech, want dan zal het niet lukken. Maar ja, ik heb mezelf natuurlijk alle rechten gegeven, dus ik kan doen wat ik wil. Je ziet dat ik dus nu een rijtje bomen doe, een rijtje struiken, gewassen. Tenminste struiken, dan zie je dat ik dus per 120 ongeveer een punt verdien. Dat is wat ik ben achtergekomen. Dus het is wel zo dat je veel moet doen om die punten te verdienen. En vooral ook iets doen wat inderdaad ook die punten oplevert. Anders gebeurt er niet veel. Maak het nog onderscheid met wat je doet? Bloemen of bomen? Nee, volgens mij niet. Zover ik het kan zien, heeft het niet zoveel invloed daarop. Ik probeer even die andere klungel ook in te zetten. Ik moet even kijken of ik moet de melk nog doen. Want ik heb daar namelijk mijn teller nog lopen. Die had ik vanochtend opgebouwd. En die kon ik nog steeds laten lopen. Je kunt je teller nog wel ietsje sneller laten oplopen door hetgene te doen wat nodig is voor een taak. Dus de taakopdrachten die in oranje verschijnen, die kun je dan doen en dan verdien je extra punten mee. Dan gaat de balk nog sneller gevuld worden. Nou ja, je ziet hier dat ik een of andere boom nog kan doen. Maar goed, daar staan geen kruisjes, maar daar staan lampjes. Dus die kan ik nog niet oogsten. Wil ik iets sneller kijken, dan doe ik het even zo, want dat is makkelijker. Dus die kan ik daar doen. Hier heb ik iets staan wat ik kan leeghalen. Maar dat zal voorlopig niet lukken, omdat dat heel lang duurt voordat het pas geoogst kan worden. Iets met vis kan ik doen. Maar goed, dat is allemaal niet te doen. Kijk, kan ik nog iets doen? Nee, die bomen kan ik nog niet doen. Dus ik kan nu niet iets oogsten waarmee ik heel veel punten kan verdienen, helaas. Wat ik wel even kan doen is het schilderij. Of wat moet ik doen? Ik moet iets spelen. Oh ja, dan hebben we dat weer. Dat is eventjes. Ik weet niet, volgens mij is de rechter vrij. Dus ik geloof niet dat ik daar echt problemen mee krijg. Maar die moet ik nog doen. Mary had a little lamb. Muscus eend. De witte borst doktersvis. Bieten. Oh ja, dat kan ik wel even kijken. Kan ik de bieten nu op het land zetten? Nee. Kan alleen in de zomer. Nou, dan doen we dat straks wel. Maar wat ik dan doe, ik ga gewoon weer rijden. En ik ga gewoon even kijken. Ik ga hier wat gewassen doen. Ik heb de boerderij ook hier en daar aangepast, zoals je ziet. Ik heb hier niet meer over de hele breedte die watervallen. Ik heb het land allemaal verlaagd. Want het is gewoon irritant en het kost je ruimte. Hier en daar. Het is overal dus gelijk gebleven. Maar ik heb hier wel iets gedaan met verhoging. Uiteindelijk ben ik blij dat ik daar vanaf gestapt ben. Het was helemaal niks. Ik ben lampjes aan het plaatsen. Ik heb deze lampjes gekozen, want die hebben geen invloed op het rijgedrag van de tractor. Dus die gaat er niet langs heen of komt vast te zitten daarmee. Of dat een fout is in de game, weet ik niet. Als dat hersteld wordt en ik heb er wel last van, heb ik een probleem, want dan ga ik al die lampjes weghalen. Want dat is gewoon vervelend. Ik vind het, zoals die lampjes die dus uit de grond komen, zeg maar, met verlichting, die, ja, daar knal ik tegenop met mijn tractortje. Nee, dat is niet zo handig. Niet zo fijn. Kijk, ik heb nu 7 punten gescoord inmiddels. Dat zijn er nog niet heel veel. We gaan eens even kijken of we wat vaart erachter kunnen zetten. Dan gaan we hier naartoe. Ik heb hier wel wat te doen. Yep. Dit is een nieuw gebied wat ik heb gemaakt. Hier ligt overal verlichting. Dat kon je ook zien op de kaart.
Maar goed, wat kunnen we dan met die punten die we scoren? Nou, ik ben dus bezig om die punten even te verdienen, zodat we kan laten zien wat je kan doen. Je bent dus sinds Farm Together 1 kreeg je dus een tijdbonus, zeg maar, een soort van tijd. En als je dan terugging naar je boerderij, dan ging dat ook meteen lopen. Dus je was bezig eigenlijk op iemand anders boerderij om je balkje te vullen. En dan moest je ook meteen van profiteren om naar je eigen boerderij te gaan om dat in te vullen, om dat te gaan doen. Je had dus niet zoiets van ja, ik kan het later doen. En dat is nu dus wel. Nu kun je dus makkelijk kiezen van ik ga dat op een ander moment doen. En dat is wel super cool. Je kunt ook kiezen waaraan je het wil uitgeven. En dat vind ik ook super cool. Want ik kan me voorstellen dat je in het begin, als je speelt, dat je misschien wel iets anders zou willen dan bijvoorbeeld dubbele spullen op je eigen boerderij. Misschien geen dubbele appels of gewassen, dat soort dingen. Misschien wil je dat in het begin helemaal niet. Misschien wil je in het begin wel ribbetjes, waar ik er nu 35.000 van heb. Misschien wil je die wel in het begin verdienen, zodat je wat dingetjes kan kopen daarmee. Helaas nog niet zoveel, maar ja, ik kan me voorstellen dat je die wil hebben. Of dat je wil investeren in diamanten. Want ik kan me voorstellen dat je heel veel diamanten wil verdienen. Aan de andere kant, als je de winkels gaat upgraden in je stad, dan kun je natuurlijk ook veel meer diamanten verdienen door juist al die gewassen een dubbel aantal te verdienen en dan zo snel mogelijk te verkopen daar. Daarmee creëer je, of tenminste daarmee verdien je de meeste diamanten. Dat doe ik dus nu. Ik verdien heel veel diamanten daarmee. Heb ik nou nog een doel, zou je zeggen? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk ben ik gewoon lekker bezig, relaxed bezig op de boerderij. En doe ik hetgene wat ik kan doen en wat ik leuk vind om te doen. Boerderij aanpassen, nadenken hoe ik mijn dieren wil in gaan zetten. Wil ik de dieren wel gaan inzetten op de manier zoals ik ze nu heb staan? Is 54 genoeg? Zou ik niet meer van elk dier willen? Ik heb heel veel bomen veranderd. Deze Sajan kaneelboom, die staat nu hier en daarnaast staat die andere kaneelboom. Ik had eerst twee rijen van die grote kaneelboom, die nu eigenlijk max level heb. Die zit al op level 500. Waarom deed ik dat? Nou, omdat ik daar die specerijen van krijg en dus heel veel ribbeltjes kan verdienen. Maar ja, ik heb niet zoveel ribbeltjes meer nodig. Want ja, helaas is er nog niet iets in de game waarbij je ze kan uitgeven. Ik kon die winkel kopen, maar dat was heel iets van 3 of 4 ribbeltjes, dus dat is niet duurder. Je hebt geen sprinklers die je daarmee moet kopen. Ja, koop je er wel mee, maar veel minder als wat je voorheen moest. Dus, bij mij gaat het nu omhoog, omdat het een early access game is. Dus nog niet alles is te ingezet. En ik ga je vertellen, er komt best nog wel heel veel. En je ziet al dat ze dus hebben nagedacht over de werking van bepaalde zaken. Dus die helpers die gaan komen, dat gaat echt anders worden. Ik denk ook niet dat we ze kunnen betalen met die roze lintjes die we verdienen, die ribbetjes. Ik denk dat we die met een andere currency moeten gaan betalen, die wat harder of moeilijker verkrijgbaar is. In Farm Together 1 moest je daarvoor producten maken in je huis. Je had meerdere huizen, dus je kon meerdere producten maken tegelijk. En dan kreeg je 30 van die kaartjes, die oranje kaartjes waren dat. En bij de ene gerecht kreeg je 15. En je moet dus die oranje kaartjes moet je dan inzetten, een aantal, zodat ze dan een aantal uur voor jou aan het werk gingen. Ja, of dat op dezelfde manier gaat zoals dat in Farm Together 1, dat durf ik niet te zeggen. Maar ik kan mij heel goed voorstellen dat ze daar wel een andere currency tegenover zetten. Zouden ze dat met die roze ribbetjes doen, ja, dan wordt het voor ons wel erg makkelijk gemaakt. Want die kunnen we natuurlijk de aankomende maanden heel goed sparen.
De helpers zouden komen in de herfst, dacht ik. Of in de lente, dat weet ik niet meer zeker. Maar die komen dus niet zo snel nog. Dus ik ben heel erg benieuwd wat ze daarmee, hoe dat uitgewerkt gaat worden. Ik ben in ieder geval blij verrast hoe dus die handjes ingezet worden. En ik kan je ook vertellen waarom dat zo belangrijk is. Nou, het is om te stimuleren dat mensen naar andere boerderijen gaan. Want als je dat niet hebt, dan worden andere boerderijen niet zo snel bezocht. Want waarom zou je die boerderij gaan helpen? Er staat niks tegenover. Wel de XP, maar voor de rest niks. Dus je persoonlijke XP gaat omhoog, die verdien je ermee. Maar de boerderij ontvangt dus de gewassen of fruit, hè, wat je eraf haalt. En de XP ook nog eens een keer, en het geld. Jij verdient er in principe niks aan. Nou, om dan het bezoek, zeg maar, te gaan bevorderen, is het natuurlijk wel heel cool dat je boerderijen kan gaan helpen. En daar zelf ook wat aan over gaat houden. Ik denk dat dat de beste manier is om dan dat te doen. Nou, nu gaan we eens bijvoorbeeld naar de stad. En dan gaan we eens die winkel bezoeken. Hoe zit het eigenlijk in mijn stad? Waar, heb ik alles al gedaan? Moet ik nog wat dingen doen? Ik zie er eentje komen met een uitroepteken. Even helpen. Vind ik altijd leuk om te doen. Je verdient er lekker veel diamanten mee. Ik heb geen land meer wat ik hoef te kopen. Dus dat vind ik wel heel tof. Want dat scheelt mij natuurlijk. Bakken mijn geld. Eventjes die andere boerderij. Pipo laten lopen. Rijden. Even kijken. Hebben we alles op maximum gezet? Ja, inmiddels wel. Alle winkels zijn maximum. Dus ik kan niet meer de winkels upgraden. Ik krijg dus het maximum aantal diamanten wat je kan verdienen. En het maximum aantal ruimte, of tenminste de voorraad wat je kan hebben van bepaalde producten. Als je hier kijkt bijvoorbeeld, dan zit ik aan de max van de fruitkraam. En dan is de shop weer leeg. Waarom ben ik die dieren aan het te doen met dubbel? Met, deze is ook vol trouwens. Of tenminste niet vol, maar kijk, dit is ook maximum. Dan zit je toch een beetje aan die 3000. Niet superveel. Hier ook. 3045. Kijk ik even wat ik kan doen. Dit is ook voer voor de dieren, dus dat ga ik niet te veel van inleveren. Dus voer voor de schapen. Ik heb nog wat op het land staan, dus dan kan ik die eraf halen. En dan kan ik naar de, kijken, deze. En dit is een hele gave. Kijk maar eens naar de eieren. Die krijg ik er 300 van. 300 diamanten per 100 eieren. Dat is natuurlijk schrikbarend veel. Dat vind ik heel veel. Als ik dus mijn eieren dubbel doe. Dus in plaats van 54 en dan 108 krijg. Ja, dan gaat het natuurlijk wel erg hard. Dan heb ik 108 eieren. Dus ik verdien elke keer per veld wat ik leeghaal, per dier, kip, verdien ik 300 diamanten. Dat is natuurlijk wel erg lekker op deze manier. Het maximum aantal diamanten wat je kunt hebben hier is ook 6090. Bovendien verdien ik ook nog extra aan de kaas die ik eventueel kan verkopen. Want je kunt dat natuurlijk ook maken. Of je kunt het soms kopen met geld hier in de stad. Dus dat werkt natuurlijk wel heel mooi. En dan zie je mijn diamanten ook flink stijgen. Het kan nog mooier als je naar deze shop gaat. Het wol en de veren die leveren 450 diamanten op per 100. Dat is echt heel veel. Natuurlijk duurt wol ook langer om te krijgen van het schaap. Want het duurt een aantal uur. Het is niet zoals een kip die 20 minuten bezig is met een ei. Dus het zal ook daar wel mee te maken hebben. Ook de eendjes zijn niet 1, 2, 3 klaar met met de veren. Maar je kunt hier wel heel veel geld mee verdienen. Soms dan kun je ze ook geld betalen in het
in de stad voor wol. Er zijn soms combinaties wat je kan doen. Bij die pipo's. Even kijken, we gaan hier deze. Hij onthoudt het niet. Even kijken, deze zit erg aan de tax. Je moet keuzes maken soms. Maar je kunt niet alles inleveren. Hier krijg ik het meest van alle bloemen. Dus samen met deze. Maar ik probeer ze allemaal een beetje op hetzelfde niveau te houden. Maar ik ben weer 3000 coins rijker geworden. En dan hebben we het ook nog over de champignonnetjes, de varkens. Die haal ik ook regelmatig op. En dan krijg ik ook 300 diamanten per 100. Dus dat is net zoveel als de eieren. En ik heb van al die dieren, heb ik er dus 54 keer 6 staan. Bij elkaar 150, 324. Toch? Ja. Dus dat is best veel. Ik laat er altijd wat over. Dat komt omdat ik gewend ben om ook nog te upgraden. Dat hoef ik niet meer. Maar ja, ik laat altijd wat over, want die knakkers die kunnen er wel eens om vragen. Die vraagt 132 wol in te leveren en krijgt 510 diamanten. Nou geloof ik dat die deal niet zo heel erg gunstig is. Want 100 wol krijg ik al 450 diamanten voor. Maar ja, weet je, ik geef het maar. Ik geloof niet dat die deal zo... Maar wel in het begin, als je natuurlijk nog niet het maximale hebt hè, van je kraam. Dat snap je natuurlijk wel. Ja, 265 is niet echt... Volgens mij is dat ook gebaseerd op je maximale kraam die je dan hebt. Alleen deze moet ik nog upgraden. Nou ja, dat kan ik dan wel doen. 1444 peren. Oeh, dat is veel. 732. Kijk, die ribbetjes die verdien ik wel. En de rest ook wel. Dus ik kan dit makkelijk doen. Nou, weer zoveel peren. Jongen, dan moet ik met zoveel peren. Oké, dus die heb ik dan ook gedaan. Ga ik nog even naar de specerijshop. Hey, daar staat nog een pipo. Bovenaan de balk van je kompas kun je zien waar ze staan. Dus het is niet echt nodig om die te gebruiken. Even kijken. Dan kunnen we deze nog inleveren. Ze hebben we weer wat terug verdiend. Maar goed, die verdien ik toch wel. Dus daar maak ik me niet zo druk om. En dan hebben we die nieuwe shop. Die heb ik hier neergezet. De bliksemshop. Want dat is eigenlijk de helping hand. Hoi. En dan kun je kiezen wat je wil. Je kunt voor elk punt wat je verdient 40 seconden verdienen. Tijd. Die tijd is dan, alles wordt dan verdubbeld. Je XP, alles wat je oogst wordt dan verdubbeld. Behalve de coins. Dat wordt dan, heb ik zo'n idee, naar je maximum level gegooid. Van het product. Dus je verdient er niet heel veel geld mee, maar... Dus het gaat eigenlijk om de dubbele wat je oogst en de XP wordt verdubbeld. En daarmee kun je dus jouw XP veel verdienen. Dan kun je jouw level omhoog gooien. Maar je kunt ook kiezen voor een muzieknootje. Je kunt ook kiezen voor schilderijen. Voor bijvoorbeeld deze, waar je er vaak iets van moet hebben, omdat ze dat in de stad nog wel eens vragen. Dus dan kun je daar ook wat van kopen. Nou, twee handjes kost één muffin, bijvoorbeeld. Je kunt er ook andere gerechten mee kopen. Je kunt kaas, honing. Dus als je iets van deze dingen tekortkomt, dan kun je daarmee dus ook dat inwisselen daarvoor. Nou, ik heb maar 17 punten. Dus ik kan maximaal 51 honing, geloof ik, hè? Dus honing. En 3 kaas kan ik er maximaal voor krijgen. 17, 51 kaas. Je krijgt 3 jam. Per 2 handjes krijg je een gerecht dat je maakt. En datzelfde geldt voor deze. Dat is echt duur. 4 handjes. Heb je maar 1 schilderij. Dus, maar je kunt er ook gewassen. Geld en diamanten. Voor 1 handje krijg je 13 diamanten. Dus dit zouden 221 zijn.
En je kunt ook geld ervoor krijgen. Maar je kunt ook ribbetjes ervoor krijgen. Gele of roze ribbetjes. Dan is 15 handjes is dan 3 ribbetjes. Want je, per 5 worden ze afgerekend. Beter om dan die dingen te oogsten. Dus verdien je meer mee. En alle gewassen en producten van de dieren kun je ermee krijgen. Dus, ik zet ze vooral in voor dit product. Want die maak ik niet. Ik ben niet een actieve maker van dat. En de bliksem. En die kan ik dan inzetten. Boom, ook in deze boerderij. Ook al is het niet mijn eigen boerderij. Ik ga terug naar mijn eigen boerderij. Ik zet hem nu dus ook in. De teller gaat linksboven lopen. Dat betekent dus dat ik nu alles dubbel krijg. Dus als ik hier naartoe ga, dan krijg ik dus die veren krijg ik dubbel. En ik verdien meer met die veren met het balkje. Want het is een product, of het is een taart. Die nog open staat. Dus ik krijg mijn balkje sneller vol hiermee. En dat is super gunstig. Je snapt natuurlijk wel dat je nu niet de boerderij moet gaan editen. Want dat zou natuurlijk niet zo slim zijn. Ik rij hier even doorheen. Omdat ik hier dan de voedermolens meteen heb gevuld heb. En dan ga ik er even kijken. Hier. Dit kan ik nu oogsten. Toch? Ja. Die kan ik oogsten, dus dan ga ik die ook even doen. Hij krijgt dubbel van de walnoot, krijgt dubbele walnoten. Dus ik krijg meer walnoten. En omdat ze paars, de walnootboom, kan ik in één keer klaarmaken. 200 heb je er nodig. Maar mijn balkje gaat ook twee keer zo snel nu. Dus ik heb minder tijd nodig om mijn handjes weer aan te vullen tot 61. En dat is wel erg cool. Dat je hem ook kan inzetten op een boerderij waar je te gast bent. Maar dat kon eerst niet. Je kon eerst alleen maar verdienen op een andere en uitgeven op je eigen. Dit zorgt ervoor dat ik mijn remote farm, zeg maar, gewoon kan bezoeken en daar ook verder kan uitbreiden met ook als ik te gast daar ben. Daarmee wordt de boerderij alleen maar rijker en meer groter. Even kijken, courgettes moet ik erop zetten. En bieten, kan ik nou bieten doen? Volgens mij kan ik bieten doen. Als je iets op het land zet wat geld oplevert, bijvoorbeeld zo'n taak, dan krijg je daar ook punten voor. Dus als we even kijken, ik kan nou bieten erop zetten. Daar krijg ik dus ook, verdien ik ook iets meer mee. Als ik zo'n gewas erop zet. Maar ja goed, dat zijn er maar 50, dus dat is niet zoveel. Even kijken. Die andere knuppel is nou niks aan het doen. En die heb ik een teller lopen die ik had opgebouwd. Ja, ik had het ook niet gepland. Dus ik zet hem even aan de gang. Ik doe meestal altijd gewoon doorrijden. De 3 velden. Ook al heb ik er maar 50 nodig. Ik zet meteen heel veel van die bieten erin. Het kost me toch maar 10 minuten. 20 minuten als je geen water geeft. Maar je ziet het al. De pepertjes die ik nou verdien, die verdien ik dubbel. Ik kan twee keer zo snel mijn voorraad vol krijgen. En dus weer diamanten gaan verdienen in de stad. Heb je veel diamanten nodig? Ja, behoorlijk wat. Dat is wel waar. Als je bezig gaat met het ontwerp en bezig gaat met je lampjes en dat soort dingen, dan gaan de aantallen wel werken. En de aantallen dan gaan hard. Ik had op een gegeven moment 312.000 diamanten en ik zakte weg naar de 150. En dan zeg je, ja, dat is natuurlijk nog veel. Tuurlijk is dat veel, dat snap ik wel. Maar ik ben wel 150.000 diamanten kwijt. Doordat je alleen maar bezig was met die lampjes en wat hekwerk. Dus dan gaat het op een gegeven moment best wel snel.
Nou, de courgettes. Helaas kan ik die niet nog doen. Die staat hier. Die kan ik alleen maar in de winter doen. En in de lente. Nou, na de zomer komt de herfst. Dus dat wordt dan even niet het dingetje wat ik wil. Wat ik dan ga doen, ik ga meloenen erop zetten. Maar ik ga wel iets anders van het veld afhalen. Oh. Dus ik ga wel dit doen. Oh, is dat verkeerd? Even zo. Want ik verdien dan toch weer tijd. Ik heb nu 12 punten weer verdiend. Ik zat op 17, die ik had ingeleverd. En op die manier verdien je ook wel weer wat terug. Dat is het mooie. Terwijl je aan het rijden bent, kun je mooi even kijken naar je kaart. Zo van, oké, waar kan ik naartoe om nog wat te verdienen? Nou, ik heb nu de dubbel ding. Dus ik kan hierna bijvoorbeeld even hier naartoe. Naar het visgebied. Misschien kan ik daar wel een taak afronden. Dus ik laat dit riedeltje nog even doorlopen. Wat ik nog wel... Als er een vraag gesteld wordt, van wat zou je nog veranderd willen zien? Ik kan het eigenlijk niet zo goed bedenken wat ik veranderd zou willen zien. Ik ben eigenlijk best wel tevreden hoe het loopt. Ik vind het ook zo gaaf dat je gewoon het spel kan spelen zonder dat het dus weer gekocht moet worden, bijvoorbeeld. Ik blijf dat gewoon echt lekker vinden. Je kunt gewoon alles doen wat je wil, zonder dat er restricties op zitten. Dat je weer geld uit je portemonnee moet trekken. Maar wat zou nog veranderd kunnen worden? Nou, ik heb nog een ideetje. Dit zou wel iets mooier mogen. Ik zou het graag bij elkaar gezien willen hebben, zoals het in de stad zichtbaar is. Dus de productgroep per winkel. De fruitwinkel heeft deze 4 producten. Deze winkel heeft dat. En het zou mooi zijn als ze daar wat mee deden. Dat zou ik wel leuk vinden om dat te doen. Ik ga door natuurlijk. Even bij deze. Gewas even uit. Dan ga ik jump ik even naar nummer 10. Down street. Nummer 10. Downing Street. Nummer 10. Downing Street. En dan ga ik hier even naartoe. Kijk, even omhoog. Ik verdien heel veel vis. Echt lekker. Dan heb ik alle vis wel geïnd, denk ik. Mary is nog steeds bezig, denk ik. Ik weet niet, hebben we die al... Wanneer hebben we die erin gezet? Oh, wacht even. Ik ga eerst even de eieren doen. Want ik heb nog dubbele punten. Krijgen we weer eitjes. Oh. Nog 3:55 op de teller. En ik heb er al iets meer mee verdiend dan dat ik maximaal krijg nu. Even snel spieken waar we dan heen moeten. Naar 22. Oké. Okay. Dus dan zetten we de rem er even op. En dan gaan we naar 22. Dan kunnen we daar de eitjes even doen. En ik zag ook dat we schaapjewol hebben. Tweede weide. Oké. We rijden even de boerderij een stukje in. Want dan pakt hij de voedermolen even mee. Ja, soms dan keil ik een dier uit het venster. Maar goed, dat is maar zo. Hier doe ik ook even snel bijvullen. Dan laat ik hem even los. En dan race ik door. Want dan kan ik hier de schaapjes doen. Ja. Hartstikke fijn. Bla. En dan nemen we op de terugweg weer wat wol mee. 54 schapen heb ik staan. Dus dat is 108 wol keer 2. 2 weiders. Waar ik dat dus nu doe, dat geintje. Eventjes snel hier naartoe. Dan doe ik gewoon even het poort van het gas. En dan gaan we hier gewoon doorrijden. Oh. En dan pakken we deze wol. Dus 108 keer 2, 216 wol pak ik dan. Nu omdat het dubbel punten oplevert. En dat is wel lekker natuurlijk. Nou,
En dan kunnen we meteen even kijken of er toevallig nog varkentjes klaar zijn. Nee, maar wel de koeien. Dan moet ik naar 18. Jammer dat je niet echt een getal in kan tikken, hè? Dus dan pakken we de melk. Dat is dus per 100 krijg je 300 diamanten. 1 minuut 38. 36. Even kijken, want het is alleen maar daar, toch? Dan racen we er even doorheen. Knallen tegen die koeien aan. Heel snel. Ja, dat is... Kun je niet maken, Ruud. En dan gaan we bedenk door naar achter als het rek. Oh. Pakken we nummertje 23. En dan knallen we hier naartoe. Echt, die punten waar je dus snel kan switchen. Dat is echt fijn. Nu. Voilà. En dan rijd ik beneden terug, want ik ga niet door de weide heen. En dan pakken we de rest van de koeien. En dan hebben we de dieren in principe weer gehad. En dan kunnen we weer gaan kijken wat we dan gaan doen. Even uitzoomen. Hier kan ik niks doen. Dit heeft geduld nodig. Niet zo heel lang, eerlijk gezegd. Nog maar 1 minuut 37. Wat ik zou kunnen doen, is naar de stad gaan. En ik kan natuurlijk weer bliksem kopen. Hè? Want ik heb natuurlijk weer punten. Ik koop de hele handel. En dan ga ik weer terug. Hier naartoe. En dan probeer ik hem nog even weer wat te verdienen. Ik moet toch nog even een minuut wachten. Nou, een minuut wachten betekent dat ik 2 velden kan leeghalen. Dus die doe ik dan even snel leeghalen. Maar dan loopt hij in ieder geval door. Als ik sta te wachten, verdien ik niks. Dan gaat het balkje ook niet omhoog. Dus krijg ik minder handjes. Ja, en wat heeft het nou allemaal opgeleverd? Die helping hand die je nou krijgt vanuit de andere boerderijen die je dus kan verdienen, is dat je vaker bezocht wordt. En dan komen ze dus jouw ding doen. En dat kan soms fijn zijn, maar het kan soms ook heel irritant zijn. En ik zal je vertellen waarom ik dat op bepaald vlak irritant vind. Nou, allereerst, ik heb alleen maar dat bezoekers kunnen bloemen kunnen oogsten en de bomen kunnen oogsten. Voor de rest niks. Waarom niet? Gewassen, die worden geoogst en dan staan al je velden, die staan leeg. En dat is op zich niet zo'n probleem, want dan betekent dus dat jij de velden weer kan vullen met nieuw gewas. Alleen het kost jou veel tijd en het levert je niks op als je gewassen aan het doen bent. Het levert je echt niks op. Je balkje wordt niet... je verdient geen handjes ermee. Want je bent namelijk alleen maar iets op het land aan het zetten. Dus dat levert niks op. Dus dan ben je gewoon een aantal minuten bezig om alles leeg te halen. Maar vol te gooien, zeg maar, die landen. Maar het levert je geen donder op. Toen ik het nog open had staan, dat dus bezoekers konden oogsten. Die velden waren elke keer leeg. Dus ik was eigenlijk alleen maar bezig om al die veldjes te vullen. Nou kun je natuurlijk de opdracht geven, zodat ze iets moeten gaan erop moeten zetten. Maar ja, dat doe ik liever niet, want dan zetten ze allemaal gewassen erop die heel lang duren. En dan schiet ik niks meer op, want dan kan ik de gewassen niet doen die ik voor de taken nodig heb. En dan zou je nog kunnen aanzetten dat ze alleen maar gewassen kunnen planten die taken. In taken voorkomen. Dat had gekund. Maar dat komt toch niet altijd even uit. Dus dat vind ik dan ook niet erg. Dus ik heb dat gewoon laten vallen. Ik heb gewoon gezegd van ik ga de dieren, omdat ik daar dubbel voor wil krijgen. En dat gaat heus wel een keer veranderen. Ik heb vannacht wel aangezet dat ze alles konden doen. Want ik was er toch niet. Dus dat is ook niet erg. Kijk, ik ga altijd er weer wat opzetten.
En dat is meestal iets van tussen de 5 en 15 minuten. Heel soms iets van een uur, zoals tomaten, die ik dan weer kan, de kraam kan vullen. Nou is deze klaar. En wat moet ik nou doen? Chocolate cake. Oh nee, dat is niet erg. Ik kan er meteen 2 maken, dat scheelt. Ik hou er niet zo van om die, schilderijen te maken. Dat vind ik lang duren. Nou, dan gaan we even chocolate cake maken, want dat is wel belangrijk. Met de tractor naar binnen rijden lijkt me niet echt een handig idee. Moet hij nog een keer? Nog een keer? Nog een keer dat gekke deuntje? Dat staat... Je weet nooit wat YouTube doet. Dus doe het maar even zo. Even kijken. Dus chocolate cake. Zweepslag. 2 keer 15 minuten. Wat een klanken, hè? Geweldig. Even kijken. Dan kunnen we er weer uit. Waar kunnen we nu naartoe? Even kijken. Nee, dan gaan we gewoon hier naartoe. Dan maken we even een lange rit. In de trekker. En dan kunnen we deze ook omhoog zetten. Deze krijgt nou 1214 coins. 2 specerijen, 32 XP. Ik heb mijn persoonlijke XP nu dus op 144 staan. Dat kun je aan de linkerkant zien. Dat wordt dus gebruikt op basis. Die wordt gebruikt om je handjes te berekenen. Op mijn andere boerderij zit ik op 229 inmiddels. En daar heb ik 82 handjes. Dus ik heb er daar wel echt wat meer. Dus dat is wel leuk. Daar verdien ik dus iets meer mee. Even kijken, die zet ik ook maar even aan het werk. Want dan verdien ik in ieder geval handjes. Ik heb er nu 50. Dus dan ga ik weer opbouwen. En dat is eigenlijk een beetje Farm Together, hè? Lekker met de layout bezig. Ik hou ervan alles gewoon recht toe recht aan. Ik heb van heel veel bomen dubbel staan. Je kunt de legenda aanpassen. Ik kun icoontjes bekijken. En dan zie je gewoon dat ik van... oh, ik heb hulp, zie je daar? Je kunt dus heel goed zien wat er allemaal staat. Dus ik heb dus van heel veel producten ook dubbel staan. Zie, dit is dubbel. Ik heb hier deze appels staan dubbel. Deze staan dubbel. Nou, als je hier naartoe gaat, andere kant, dus het nieuwe gedeelte waar ik dus niet meer winter heb, maar gewoon. Dan zie je dus dat ik alles dubbel heb staan. Dus ik heb die hele rij loopt door, zeg maar. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, maar goed, ik heb nu vulling en met die wijsheid dat ik ook lekker veel kan verdienen. Dus ik kan ook lekker doorlopen. Met zoals hier Nighthawk nou doet. Ik pak de amandelboom. En dan heb ik er niet 120. Dat ik binnen klaar ben. Nee, ik heb er gewoon 240. Dus dan verdien je ook lekker veel voorraad. Je kan lekker doorcruisen. Maar er komen straks nieuwe bomen bij, uiteraard. En dan heb je, zoals de laatste update, bracht dus deze bomen, dus die valnoot en dat soort dingen. Ja, dan kreeg je er een stuk of 5. Dus 1, 2, 3, 4, 5. 5 nieuwe bomen. Want we kregen ook een bloedsinaasappelboom, die had ik nog. Dus dan heb je in één keer 5 nieuwe bomen erbij. Dus ik kan dan nu nog weer 5 velden creëren. Alleen is het natuurlijk wel zo dat op een gegeven moment heb je nog meer velden nodig, dus dan moet je ze gaan halveren.
Dat betekent dat ik van een fruitboom geen 240 meer kan hebben. Maar dan moet ik terug naar 120. Dus nu heb ik het eigenlijk dubbel gezet, maar dat is eigenlijk meer voor vulling. Zodat ik gewoon veel meer kan verdienen. Dat is eigenlijk wat ik nu doe. Het is wel cool trouwens dat je die allemaal op de kaart ziet, hè? Kijk, nu heb ik er 13 staan. Ik verdien ze nu niet zo snel. Mooi is dat, hè? Hier zie je de schaapjes. Welk schaap het ook is. Cool. Nou, kijk, gaan we even hier naartoe. Pak ik deze. Dubbele XP. Als je veel XP wil verdienen, moet je dus vooral de bloemen doen. Want die leveren heel veel XP op. Hier staan nog wat bloemen. Kost me er even snel naartoe. Deze is niet zo heel veel XP, maar goed. Wel de bloemen. Dat is ook belangrijk. En dan zet ik ondertussen die andere weer even aan het aan de walnoot. In dit geval de zwarte walnoot. Even kijken, komt dat volgende veld ook al mandjes? Ja, zie, dan kan ik hem dus gewoon door laten lopen. Volgens mij verdienen we daar wel weer wat meer XP meer. 300 XP. Dus dat zorgt ervoor dat je sneller levelt. Des te meer handjes krijg je. En de bloemen worden sneller aangevuld. Dus ook daarmee kan ik dus weer sneller diamanten verdienen. De rozen zitten aardig. Rode roos zit aardig vol. Laat maar zeggen. Alle bloemen zitten redelijk vol. Dan gaan we hier naartoe. Alles gedaan. Kunnen we deze even pakken? Dat is maar een deel gedaan. 400 XP. Dus dat gaat lekker rap. Gaan we levelen? Als we geleveld zijn, dan heb ik de video klaar. Dan zijn we inmiddels ook alweer 3 kwartier bezig. Dus tijd vliegt als je bezig bent met dit spel. Echt leuk. Dus ja, je ziet bij mijn teller best wel veel uur dat ik online ben. Maar dat is niet het aantal uren wat ik aan het spelen ben. Maar dat zou betekenen dat ik helemaal niks meer anders doe dan alleen maar Farm Together. Dat kan niet. Dus ik heb hem de hele dag wel aanstaan. Maar ik ben niet de hele dag aan het spelen. Ook tijdens mijn werk doe ik af en toe eens even iets aanzetten. Hè? Want je hebt die automaatmode, dat is wel lekker. Dus de lange stukken, die laat ik dan lekker rijden. En dan ben ik weer met mijn werk bezig, zeg maar. Even snel aanzetten, duurt een paar seconden. En dat is het grote voordeel van de Farm Together 2. Dat je automatische modus hebt. Je hoeft niet zelf alles van de bomen af te halen of de bloemen te plukken. Maar hij staat ook regelmatig stil en dan doet hij niks. En dan, zoals gisteravond, heb ik om 9:30 lekker op bed gaan liggen, een filmpje kijken. En liet ik nog wel even de computer aanstaan. En toen dacht ik van, nou ja, dan kunnen ze in ieder geval nog mijn boerderij bezoeken om zichzelf op te laden voor je eigen boerderij. Want dat is natuurlijk wel het primaire wat mensen willen doen natuurlijk. Jezelf opladen voor je eigen boerderij. Dat is natuurlijk wel de bedoeling. We zijn geleveld naar 145. Ik heb er geen handje bij gekregen. Helaas, pindakaas. Want je krijgt niet elk level een handje erbij. Dus elk
paar levels krijg je er een handje bij. Dus hoe dat dus berekent weet ik niet. Maar ongeveer 3 levels moet je doen. Dan krijg je weer een handje bij, denk ik. Dus ja, alles wat je doet, telt mee. En ik heb nu dus op. Ik heb mijn dubbeltijd zit erop. Ik verdien nou gewoon weer enkel. En ik ga eerst nu natuurlijk hard werken om tot 61 vol te krijgen. En dan ga ik weer inleveren. Kling. Dat was hem. Ik hoop dat jullie het nog leuk vinden van te kennen. Ik vind het leuk. En ik ben heel erg benieuwd wat er nog meer uit gaat komen. Dus we gaan eventjes een fotoshoot momentje maken. Ik vond hem trouwens wel heel erg mooi hier. Als je hier zo staat. En dan eventjes gewoon staan. Dan gaan we hier naartoe. Oh, er staat een boulder in de weg. Dan gaan we even hier opklimmen. Wel. En dan gaan we hier naartoe. Hier naartoe. Nou, dan gaan we even kijken wat, hoe het eruit ziet als we dan een foto gaan maken. We gaan een fotomodus in. Je moet wel even aankijken. Even kijken wat ik nu kijk. Dit is toch mooi of niet? Is dit mooi? Ja, dit is mooi. Dan doen we dit. Gaan we stomme zwaaien. Ja, we hebben de screenshot weer gemaakt. Allemaal veel plezier verder met de rest van de week. En natuurlijk Farm Together. Binnenkort weer een nieuwe video. Bye bye, zijn wij. Da 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 da